Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Gunship Care Packers. Op natuurlijk Call of Duty Black Ops Cold War. In deze serie is het mijn doel om de gunship uit mijn care packers te halen, oftewel de hoogste streak in heel de game uit mijn care packs te halen. En tot nu toe is dat natuurlijk nog niet gelukt, want anders zaten we hier niet met een nieuwe aflevering. Maar ik heb vandaag wel een nieuwe tactiek. Mijn nieuwe tactiek, kom maar enemies. Boom, aim. Ik dacht dat hij al neer was. Mijn nieuwe tactiek is namelijk, en het is een beetje een rare, dat weet ik zelf ook wel. Ik heb twee streaks aan staan. Dat is de care package en dat is de gunship. En wat ik dus eigenlijk wil doen, is ik wil Call of Duty laten zien van jongens, kijk, ik gebruik... Jij staat echt heel erg hard te campen. Holy knetter. Kijk Call of Duty, ik gebruik de care packs en ik gebruik de gunship. Ik wil dus de gunship uit mijn care packs halen. Dus ik hoop dat Call of Duty dat ook inziet. Ik hoop dat ze dat zien. Dat ze dat merken. Hij is weg. Waar zit hij nu dan? Wacht even, want die camper die zit hier nog ergens hoor. Die gast gebruikt een shotgun. En die gebruikt hij niet voor niets. Daar was hij. Wajo, daar was hij. Hij was even teruggelopen, zag je dat? Holy crap. Je kan zeggen wat je wil, maar die gast die moeten we even in de gaten gaan houden. Dat weet ik zeker. Ja hoor, ik loop, want je gebruikt geen ninja namelijk. En dan zijn de spans gewisseld, hè? Want er zitten hier allemaal namelijk. Ja, dus ik heb geen idee of die tactiek ook daadwerkelijk gaat werken. Ik heb geen idee of dat enige nut heeft. Maar heb je er nou zin in? We zijn al lang begonnen. Ram natuurlijk zoals Skyder blijkt me zo super gaaf. Vind de tekst natuurlijk ook allemaal voor het intunen. De tekst natuurlijk ook allemaal voor de support. En ik heb de eerste care packs alweer bijna binnen. Dus dat doen we goed. De enemies spannen sowieso op C. Zit er eentje achter dit busje volgens mij. Als ik de kogels moest geloven. Oh, die is al neer. Zou zijn lichaam liggen? Oh, dat is de shotgun man. Zit er eentje in het raampje. Hop, dat was de sniper man. Zit er eentje hier op de helling. Oh, hop, dat was de andere sniper man. En dan hebben we de care packs. Inroepen maar dat ding. Pak ik meteen even die vlag mee. En ja, daar gaan we jongen. De eerste care packs. Ja, ja, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Kom op, gunship. I got this. Oh, dat duurt zo lang. Dit is echt het moment van spanning opbouwen. Oh, R60? Of de armor? Nee, wat is dit? Dit zijn gewoon echt de laagste streaks die je kan. Wat doet Call of Duty me aanhouden in deze serie? Dit kan echt niet. Dit kan gewoon bijna niet lager, hè, dan dit. Het wel raar schieten, teammate. Oké, 2000 punten erbij. Misschien kan ik zelfs gewoon de normale gunship in dit potje gaan halen. Gewoon normaal... als scorestreak. We gebruiken wel veel mensen een sniper in dit potje, joh. Ik denk dat ze hier spannen, dus ik ga even checken. Nee, dan spannen ze achterin op A. Of nee, achter op C. De spans zijn weer gewisseld. We pushen echt met z'n allen. Pushen we erin. En daardoor gaan die spans echt letterlijk van A naar C. Van A naar C. Af en toe even een beetje aan de zijkant van de B. Nee, hij schoot er gewoon doorheen. Door twee muurtjes met de submachine gun. Oh, de gymmestreak. Ja, dat is jammer, want dan krijgen we niet veel punten meer. Maar de tijd om een nieuwe carepack te halen is wel weer aangekomen, want de tijd is namelijk voorbij. Dus we kunnen weer, we kunnen weer. Eentje in het raampje. Blijf je gewoon zitten? Oh, mijn teammate heeft hem. Ik wou net zeggen, blijf je gewoon zitten terwijl je geraakt wordt, maar... Dat is niet je allerslimste namelijk om te doen, kan ik je zeggen. Echt, de LC-10 is en blijft een beastwapen. Wat ze volgens mij, hè, by the way, dat moet ik er wel voorbij zeggen. Wat ze volgens mij, oeh, met de LC-10 hebben gedaan, is ze hebben hem volgens mij, zonder dat ze dat hebben gezegd, hebben ze hem ietsje slapper gemaakt. Want ik merk namelijk dat ik iets meer kogels moet raken om daadwerkelijk er een kill mee te krijgen. Dus dat stond niet ergens in de patch notes of zo. Dus waarschijnlijk hebben ze dat stiekem gedaan. Want hij is namelijk wel ietsje slapper geworden. Die sniper, hij kan het wel hoor, hij kan het wel. Ja, ik moet op een streak gaan. De eerste ronde is bijna voorbij. Mijn doel is eigenlijk om gewoon 2 à 3 care packages per potje te halen. Want meer is bijna in deze game onmogelijk. Oh, dankjewel teammate. Ik heb een hitmarker volgens mij op. Maar ja, ik leef nog. En de ronde zit erop. Dan kwam die aan met zijn knife. Nee, 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 dat gaan we niet doen. Zit de ronde erop. Hij kwam helemaal met zijn knife me pushen. En helaas, geen kill voor jou. Oh, oh, ik weet niet wat er daar met de aim gebeurde. Maar hij heeft wel de killcam. 6-3 hero met de bison. En 7-3, kijk eens aan. Ja, we zijn goed aan het spelen. Maar tot nu toe werkt de tactiek... superieur. Wat een goede tactiek heb je weer verzonnen, Jan. Blablabla.
Dit kan echt niet erger, erger. Ik moet nog 3000 punten en heb ik een normale gunship gehaald. De hoogste streak uit de game. Zonder UAV, zonder harp, zonder iets anders te gebruiken. Maar oh, please, geef hem gewoon uit de carepacks. Geef hem nu gewoon uit de carepacks en geef hem gewoon door mezelf te halen. Dan hebben we er twee. Wat dacht je daarvan, Call of Duty? Dat vind ik helemaal goed gewoon. Ja, dat was een mooie granaat. Er zat er nog een op die met teammate. Lekker bezig. Dan pushen we gewoon weer die spawn in. Een napalmpje is van mijn team, dus daar kan ik gewoon doorheen lopen. Altijd in de gaten houden, dat soort dingen. Is die napalm van je team of is die van de enemy? Want nu kan ik er bijvoorbeeld doorheen lopen. Maar was die van de vijand geweest, dan had het natuurlijk nooit... Let's go, enemy! Dan was het natuurlijk nooit mogelijk geweest. Ah, die was mooi van hem. Die was mooi van hem. Het was ook wel logisch dat ik in dat hoekje ging staan. Dus ze wisten het natuurlijk al. Even mijn jammer hier neergooien. Hoppatee, zit er eentje op dubbel stairs. Dus dat is naast me. Maar ze spannen hierin. Dus hier kan je meer kills pakken, omdat ze hier ook daadwerkelijk inspannen. Niet in gaan campen, jongen. Wat is dit nou, enemy? Losing A. De spans zijn weer veranderd. Pas op. Goed zo. Waar is die? Hij zit beneden? Boven. Nou, hij is weggegaan. Hij rent gewoon voor me weg. Ah, er zit een sniper, dus ik durf eigenlijk niet. Waar is die nou? Huh? Waar is die nou? Huh? Oh, wat gebeurt hier met die gast? Wat gebeurt er allemaal met die gast? Yo, ik was hem wel tot kwijt, hè? Zag je dat? Spannen hier voor me. Ik hoop eigenlijk dat ze me pushen, want ik wil meer kills hebben namelijk. I need some kills, mate! We moeten gaan, we moeten puntjes binnenslepen. Oh, ik dacht, ik heb een nieuwe carepack. Snel inroepen. Hop, go, 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 go. Oh, niet doodgaan! Dat is ook altijd nog wel een dingetje. Je moet niet neergaan als je carepacks net hebt ingeroepen. Oké, gunship, jongens. Let's do this! Kom aan! Ik heb bijna een normale gunship ook. Een hellstorm. Oeh? Of een... Wat is dit? Nee! Ik haal ook gewoon niks echt hoogs of zo, hè? Nou... wat verliezen we nu? Ah, dan moet ik weer deze kant op. We moeten weer de andere kant op, jongens. Ik heb gewoon bijna een normale gunship, maar deze tactiek... ...heeft tot nu toe echt gewoon geen enige nut. Het werkt eigenlijk alleen maar verkeerd om. We krijgen alleen maar slechtere dingen eruit. Loopt er hier nog een? Ik hoor ergens iemand. Oh, daar! Doei, doei. Oh, ik heb een normale gunship! Ja, maar... Jongens, dat hoef ik toch niet? Ik wil geen normale gunship! Wacht, we zitten wel op een hoge streak. Dus voordat de game is afgelopen, kunnen we misschien nog wel nieuwe carepacks halen. Als ik weet waar de vijanden zitten. Oké, ik heb alweer een nieuwe carepacks. Kijk, zo snel kan het gaan als je op een hoge streak zit. Dan krijg je zo ontzettend veel punten. Dus roep hem maar in. Gewoon in de vijanden gespannen, dat maakt ook niet uit. En dan moeten we er even op wachten. Ik heb gewoon een normale gunship staan. Als we nu niet een gunship eruit krijgen, is deze tactiek voor niks. Kom op. Kom op, game. We got this. Een Hellstorm Cruise Missile of Counter-Strike. Dat is precies hetzelfde als net. Ik krijg twee care package met precies dezelfde streaks eruit. Wat is dat dan? Dat maak je ook niet vaak mee, hoor. Oh, ik ga hier neer. Of toch niet? Ik leef... Oh, ik loop dat gas in. Ik ben ook echt niet slim. Nou, dan roepen we de gunship in. Ik vind het best. Yo, maar dit... Ik krijg uit twee care packages precies hetzelfde. Dat maak je ook niet vaak mee, hoor, kan ik je zeggen. Die enemy is neer in ieder geval. Zit er ergens eentje daar in dat cafeetje. Dus ik schiet gewoon dat ding af. Je ziet ook wel, de gunship is de hoogste streak in de game. Maar dat bepaalt niet meteen dat het ook daadwerkelijk de beste streak in de game is. Want je ziet het zelf. Het is nou niet echt de beste streak in de game. Puur gewoon, heel veel mensen gebruiken Blind Eye bijvoorbeeld. Heel veel mensen gebruiken Assassin. Heel veel mensen gaan natuurlijk gewoon binnen zitten. Wat heel erg logisch is met een gunship in de lucht. Dus het is een leuke streak. Alleen eigenlijk heb je er echt gewoon helemaal niks aan. Daar komt het op neer. En dat laten we hier gewoon eventjes live voor jullie zien. Alleen ja, deze gunship telt ook niet mee. Want die is niet uit de care package. Ah, man. Ik had zo'n goede tactiek in mijn hoofd. Ik dacht, dit gaat werken. Dit is onze kans. Maar...
Het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Noppes, nada. Maar we hebben het geprobeerd, hè. Dat kunnen we wel zeggen. Dus mocht je hebben genoten, jongens, van deze video, ram natuurlijk zijn subscribe op like. Mijn eindscore uiteindelijk is nog 53 om 7. Dus dat hebben we ook nog daadwerkelijk goed gedaan. En bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hoop ik natuurlijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.